Heel goed, dankjewel. En bedankt dat ik hier mag spreken. Dat vind ik heel erg leuk. Ik ben Van Beekvas. Ik werk bij een scheepswerf. We bouwen bootjes, dat doen we in Gorinchem. Onder andere, dat doen we samen met zo'n 10.000 collega's. Op 34 werven. En we bouwen eigenlijk bijna alles wat maar wil drijven. Dat doen we onder andere op deze werf in Roemenië. In dit geval zie je hier, wij noemen ze de Gele Canaris, maar het zijn platform suppliers die we bouwen voor de offshore. Dat doen we nu iets minder in de offshore. Daarom bouwen we wat meer fregatten en patrouilleboten, want er is veel onrust in de wereld. Wat ik al zei, 34 werven, 5 continenten. Heel veel van onze bootjes gaan nog steeds naar Europa. Rederijen in de wereld, de eigenaren van de schepen domineren nog steeds in Europa en ook wel in Noord-Amerika. Noord-Amerika is een gesloten markt, toch weten we daar ook wel wat weg te zetten. En opkomende markten zijn toch wel vooral Azië en Zuid-Amerika. De bootjes die we bouwen zijn begonnen als een heel klein scheepswerf in Hartenstel, Tiesdam. Aan de meerweden, we bouwden 12 meter sleepbootjes. Dat deden we zo'n 90 jaar geleden. En zo'n 45 jaar geleden kwam Commodore, dat is de huidige eigenaar nog steeds, die kwam aan het roer en die zei: laten we het eens wat anders gaan doen, laten we eens proberen de boten te standaardiseren. Waarom? De maritieme markt is een heel erg gefragmenteerde markt. Dus ten opzichte van automotive en aerospace hebben we ontzettend veel producten. We bouwen eigenlijk voor ieder klant opnieuw een heel product. We kennen geen prototypes. Dat doen we met ontzettend veel leveranciers. We zitten gemiddeld op één boot van 1400 leveranciers. Dat doen we met klanten, en die klanten die zitten vaak, zijn vaak kleine klanten, die hebben 3 tot 7 schepen. Er zitten wel grote klanten bij, die hebben dan 300 schepen, maar ook aan de opreedkant, de bootbeheerders, zie je dat heel erg gefragmenteerd is. En als werf kunnen we er ook van, want in de wereld zie je toch ontzettend veel kleine werfjes die elkaar concurreren. Nou is dat wel aan het veranderen, want het is aan het consolideren. Dat doen wij ook. Wij nemen veel werven over. Ieder jaar 2-3 werven. Op dit moment een hele grote werf van Deu in Roemenië, omdat we cruiseschepen willen gaan bouwen. We zijn in gesprek met samen omdat we onderzeeërs willen gaan bouwen voor de Nederlandse overheid. Dus dat consolideert. Dat doen onze leveranciers ook. Voorbeelden zijn Rolls-Royce, die allerlei bedrijven opkopen, of Caterpillar, dat zijn grote namen in de maritieme wereld. En je ziet ook wel bij rederijen. Een Nederlandse grote rederij is bijvoorbeeld Boscalis, en wij bouwen van alles in sleepbootjes, dus wij keken altijd naar Smit, dat is een grote sleepbootrederij. En tegenwoordig vind je in de haven van Rotterdam Smit, maar je vindt ook Saab-Smit, want die heb je gekocht, Boter-Smit, daar hebben ze een doorfinsje mee, en zo is dat aan het consolideren. Er komt bij dat er internet bij gekomen is en IoT-technologie, dat brengt ook de bedrijven meer samen. Nou, waarom vertel ik dit? Dat is eigenlijk omdat het impact heeft op ons bedrijfsmodel. We zijn begonnen met standaard bootjes, dat was eigenlijk een zwakke bot. We waren niet in staat om snel genoeg te leveren, dus begonnen we maar een voorraad te bouwen, want konden we wel snel leveren tegen een betere prijs. Maar die markt is heel cyclisch. Die goede jaren, die slechte jaren. Dus als je voorraad bouwt, dan kun je in de slechte jaren je werk laten doordraaien. En dat moet, want anders gaat het heel veel geld kosten. Dus dat was eigenlijk een zwakke bot, waar we niet snel genoeg in het bouwen van een boot. Maar het was wel succesvol. Daarmee zijn we eigenlijk in de sleepbootwereld het grootste geworden. En op dit moment zijn we heel hard bezig om dat uit te breiden. Sinds 1971 zijn we ons productportfolio gaan uitbreiden. Dus van sleepboten zijn we vissersschepen gaan bouwen. Patrouilleboten, offshore schepen, noem het maar op. Eigenlijk op de onderzee is een cruiseschepen na, maar dat willen we nu weer
hebben we het al in de vertaling zitten. Dat helpt, want als het slecht gaat in het transport, dan gaat het vaak wel goed in de marine. Of als het slecht gaat in de visserij, gaat het wel weer goed in de offshore. Dus dat compenseert elkaar. Dus het is voor het video. Toen wij in 1994 was het heel goed in de maritieme markt. En toen merkten we dat wij schepen ontwierpen en bouwden op eigen werven. Maar het grootste wat we bouwden was het andermans werven. Dus we verkochten meer dan we konden bouwen. En dan kochten we de rompen en de schepen kochten eigenlijk in. Maar wel op basis van onze tekeningen. Maar in 1994 ging het zo goed dat we heel slecht konden. We kregen geen goede prijs voor de ingekochte schepen. Geen goede prijs voor de romp en de kwaliteit was laag. Dus toen zijn wij de werven gaan kopen. En dat zijn geen werven met een product, maar dat zijn bouwlocaties. En dat doen we nog steeds. Ik denk dat we toen in 10 jaar tijd zijn we van 12 werven naar die 34 werven gegaan. Eigenlijk wat ik hier laat zien in die plaatjes zijn steeds een verandering in ons businessmodel. Dat zorgt ervoor dat als we tegen het einde van de groeipotentie van in onze markt zaten, zochten we naar een nieuwe weg, om weer een nieuw verdienmodel, om weer beter te kunnen groeien. En een groeiend bedrijf is veel makkelijker te managen dan een kinderlijk bedrijf. Dus als je bij ons omheen gaat, dan zie je vaak dat sales uitgevoerd wordt. De laatste ontwikkeling is zo rond 2000, 2004, is dat ook de maritieme wereld naar nieuwe technologieën begon te vragen. Het is een hele conservatieve marktplaats geweest. Dus op iedere boot, ook al is de romp heel anders, vind je een motor, een dieselmotor, een tandenkast en een schroef. En toen begon de klant te vragen, kun je ons niet een nieuwe wiel leveren? Of een motorkas of een volledig elektrische boot. En dat zorgt ervoor dat je te maken krijgt met weerverandering in het bedrijf. Want je moet om gaan leren gaan met nieuwe technologieën. Dit is een voorbeeld, dit is een hybride sleepboot. Ze zijn best populair. We hebben recentelijk die opgeleverd voor onze eigen defensie, onze marine. En die gebruiken ze om vergatten weer te halen in Den Helder. Nou, de verandering die de technologie met zich meebrengt, is wederom een businessmodelverandering. Wat we deden en nog steeds al doen, is links. Is heel veel verschillende bootjes, in dit geval de haven van Hamburg. Ik heb even sleepbootjes gepakt, dat is tenslotte waar we begonnen zijn. En daar concurreren we mee met trekkracht. Een sleepboot met de hoogste trekkracht is het meest waard. En we concurreren op prijs. En dat doen we met Turkije en China. Daar zit de grootste concurrent. Engeland ook alleen. Waar het heen beweegt op dit moment is dat de rederij niet meer vraagt om een boot, maar hij wil een leasen. Dus op dit moment is financiële lease enorm groeit. Ik denk dat de helft van onze boten op lease contract gekocht worden. En langzamerhand wordt dat aangevuld met servicecontracten. Dus ze vragen niet alleen om financiering, ze vragen ook weer de bemanning bij leveren en een onderhoudscontract. En misschien wat bevoorraden en wat brandstof, misschien zelfs wat PC-papier. Dat betekent dat je gaat concurreren op dagtarief en niet meer op initiële prijs. Dat betekent dus ook dat onze KPI's zal veranderd zijn. Ons verdienmodel zat bovenin, we ontwierpen een boot, dan produceerden we hem, dan legden we hem op voorraad en dat is eigenlijk dood kapitaal. En dan verkochten we hem met een korte leeftijd en dan haalden we eruit. Waar het heen gaat is dat je ontwerpt, bouwt, oplevert. En dat je hem in de leasepool zet en dat je hem op dagtarief vanaf dag 1 in gaat zetten, misschien wel voor meer dan één klant. En hier heb ik het vergat, het is dan wel gelijk de moeilijkste markt om dat in te doen. Maar we hebben veel samenwerkingsverbanden tussen Nederland, België, Duitsland. Dus het gaat ook daar die kant op. Onze KPI's zijn daardoor wel veranderd. Kunnen met een nieuw verdienmodel kunnen we de kwaliteit en inzet van schip kunnen we omzetten in geld. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk. Nou ja, om dat te kunnen, om ook personeel iets te kunnen aanbieden, moet je eigenlijk heel veel weten van het schip. Je moet weten waar zit het schip, hoe wordt het gebruikt. Is die voldoende beschikbaar? Zijn er niet te veel problemen? Dus we realiseren ons, we moeten op zoek gaan naar een techniek die het helpt om ons schip te monitoren. We moeten een verbinding leggen
Dus een chip wat zich gedraagt als een losse BV, en dat is het vaak ook. Autonoom, eigenwijs, soms. En wij willen weten wat het chip doet en kan niet meer winst maken. Dus toen ben ik naar klanten gegaan en toen ben ik klanten gevraagd, joh, als je data krijgt van je chip, wat zou jij ermee doen? En eigenlijk kreeg ik daarmee doelstellingen van hun. En ik heb ze opgedeeld in twee. De ene zijn de kostcijfers en de andere zijn de revenuecijfers. Wat levert hem op? En de kostcijfers die zijn best wel voorspelbaar. Ik wil brandstof in de gaten houden, want dat is een besparing. Ik wil efficiënt onderhoud kunnen doen en een optimale route. Maar de inkomstenkant zijn veel interessanter voor veel redenen. Dus voor een sleepboot gaat het om hoeveel jobjes kan ik per dag uitvoeren. Want de sleepbootmarkt werkt zo dat als er een groot schip voor de haven komt, de boot die zelf bij het schip is, die krijgt een opdracht. Zo werkt het. En voor een opdracht krijgen ze misschien 3.500 euro en daarmee is die boot de haven ingeparkeerd. Hoe meer jobs per dag, hoe meer inkomsten. Dus voor hun is het wel interessant om te weten van afstand. Waar zit mijn boot? Wat moet hij doen? Is hij beschikbaar? Heeft hij een probleem? Heeft hij brandstof? Hij zinkt niet en hij staat niet in de fik. Ik kan hem inzetten. Dus de linkerkant, dat is belangrijk. Oké, en toen gingen we zelf nadenken wat voor technologie, wat voor omgeving hebben we nodig om dit soort informatie te delen tussen schip, dame die misschien een wegverbetering kan doen, de leverancier en de rederij. En toen dachten we, hé, de oplossing, we zijn goed om ons heen te kijken. We hebben een tal van technologieën bekeken, ook wat geprobeerd. En onze conclusie was, wat ook kiezen, het moet modulair zijn. Het moet configureerbaar zijn, want er zijn zo ontzettend veel mensen, je kan het niet voorstellen. Het moet schaalbaar zijn en het mag geen single solution zijn. Dus niet enkel een applicatie die over brandstof gaat, enkel over onderhoud. Ik kan namelijk nu nog niet verzinnen wat de vraag van morgen wordt. En toen kwamen wij in contact met Wonderwerk. Wonderwerk was interessant voor ons, omdat het begrip had van wat de klassieke automatisering aan boord betekent. En de klassieke automatisering aan boord is eigenlijk geen software, zoals we kennen. Dat zijn PLC's, dat zijn Modbus en Canvas protocollen. Niet beveiligd en je moet ze gewoon kennen om ze te kunnen lezen. En die moet je daar zien te verzamelen. Je moet daar weer een technologie van hebben, je moet het kunnen beveiligen en naar de kant brengen. En daarmee is het niet voornemens om die kennis zelf op te bouwen en die technologie vanaf de grond zelf op te bouwen. We zijn systeemintegrator, dus met die 1500 leveranciers is het onmogelijk om al die systemen zelf eigen te maken. Dus probeer smart buyer te zijn voor ons eigen klant. We hebben toen een chip gekozen. Dit is wat wij noemen een fast food supplier. Snel, omdat die 24 knoop gaat, 56 km uur. Zien we maar, 14 km uur. Wat hij doet, is dat hij mensen wegbrengt vanaf de haven naar dit motorpark. Hetzelfde zijn sleepbootjes. Die mannen krijgen 1700 euro per stoel betaald voor een enkele reis naar een motormast. Als ze dan bij een mast komen, dan gaan ze tegen die mast aan duwen. Dan gaan de mensen naar de voorkant lopen en dan springen ze soms over. Niet heel ongevaarlijk. Deze boten verkopen veel, want dit model is op zee, dat is heel erg groot weg. En van deze boten, dat is een nieuw ontwerp eigenlijk, dus slechts een paar jaar oud. En we hebben er nog wel wat uitdagingen mee. En hier wilden we wel eens data van hebben om onze ontwerpers uit te dagen om verbeteringen door te voeren. Wat hier gedaan is, operationele data, dus alles wat beschikbaar is op de brug, werd beschikbaar via zeilen. Daar hebben we eerst maar zo'n 50 sensoren uitgekozen waarvan we dachten, die vinden onze ontwerpers interessant. De locatie, met een idee waar het ligt. En weer, want het schepen is weer wel belangrijk. Tot een halve meter hoog kun je overspringen. En daarna wordt het echt wel gevaarlijk. Het gebeurt wel, maar niet aan te raden. Wat hebben we toen gedaan? Ik heb het geprobeerd duidelijk te maken met dit plaatje. Dus ik kijk of dit werkt. En zo van mij kan dat scherm krijgen. Dit deel is dat we op chip hebben. Dat zijn eigenlijk motoren, tandenkassen, schroeven.
En die hebben allemaal informatie. En die gaat precies al naar de brug. We hebben een IT-infrastructuur aan boord. Die gaat naar de brug. Omdat het schip er met moet weten wat het schip aan het doen is. En vanaf dat punt, dat is de tachtwijk, gaan we met de computer van onderwerp aansluiten. Gaan we de informatie vandaan halen en naar de kant sturen. Gemiddeld op zo'n schip vind je zo'n 4.000 tot 6.000 informatiepunten. Je vindt eigenlijk alles. Wat doet airco, wat is de denkniveaus, wat zijn de motorniveaus, noem maar op. Dus daar komt een stukje technologie van onderwerp aan boord. Vervolgens is het via GSM of satellietverbinding naar de kant gestuurd en daar ging het in de database van de onderwerpen. En vanuit de database hebben wij toegang. Dat is voor iedereen die toekomst wil geven, kunnen we toegang geven. En dat kan op twee manieren. Eentje is een dashboard, en daar hebben wij ons mee geholpen om dat te bouwen. En dat is überhaupt. De reden waarom we uiteindelijk voor onderwerp gekozen hebben in deze pilot is, we zijn allemaal zelf van binnen de prijzen, dus we hebben een actieve partner nodig die ons aan het handje neemt en uitlegt hoe kan ik op zo'n kort mogelijke tijd die technologie praktisch bruikbaar maken. Een van de dashboards die gemaakt zijn is, heel logisch gezien, waar heeft hij gevaren de afgelopen 24 uur en wat heeft hij gedaan, in hoeveel procent van die tijd was hij aan het varen? En hoeveel procent van de tijd lag hij te wachten? Of lag hij in de haven? Dat geeft ons een idee hoe het schip gebruikt wordt. En dat kunnen we gebruiken aan onze ontwerpers. Toen we onze ontwerpsatellieten zien, toen kreeg ik verzoek voor heel veel meer informatiepunten. En ik heb ze maar in een oude scheikundetabel voor me neergezet. De periodieke tabel. Ik weet niet of jullie zich nog kunnen herinneren, maar die zag gewoon zo uit. En wat je hier links ziet, is de operationele gegevens die wij zowel van het schip kunnen krijgen. Daarnaast hebben we maar de gegevens van de weer erbij gezet. En die was ook al met onderwerp gekoppeld. Onze ontwerpdata, de wensen van de klant. We hebben heel veel modellen. En je kunt een tal van meer informatiepunten bedenken. En wat onze ontwerpers gingen doen, is eigenlijk een spelletje van combineren van data om inzicht te krijgen. En hier ben ik nog helemaal niet aan het analyseren. Ik ben alleen maar data aan het combineren. Zodat we steeds meer inzicht kunnen krijgen. En dat begon eigenlijk al aardig op te leveren. Een van die schepen is van ons, we hebben een eigen rederij. En die gebruiken we, net zoals bij de dealer, als je even je auto ter reparatie moet brengen, dan mag je een gelijke boot even lenen, huren. Die hebben we voorzien van die technologie. En we hebben aan onze werkers een paar doelstellingen gevraagd. En een van de doelstellingen was natuurlijk, hoe wordt het schip gebruikt? Want als je weet hoe vaak die vol aanvaart, dan weet ik ook of de motorvermogen goed gekozen heb, of kon kleiner worden. Heb ik een groot genoeg tank ingezet, kon kleiner worden. Kortom, we willen eigenlijk prijsconcurrentie een slimmere en een meer toegepaste boot maken. Een andere was de bumper. Zeker noemen we het verder, dat is gewoon een bumper in het Nederlands. Zit voorop zo'n S-shielding, kost 20.000 euro, gaat iedere 3 maanden kapot. Dat mag wel beter. Dus laten we eens kijken of we kunnen meten wat die voor skis krijgt. En of we daar een beter ontwerp voor kunnen bedenken. En dat beter ontwerp gaat een beetje in die richting. Dan heb je het over energieabsorptie. Dat doen we dus. Een andere uitdaging was onze sloeven. Een sloef zit één keer onder het schip. En bij deze sloeven viel ons op dat omdat ze veel havens waren, dat ze snel beschadigd raken. En dan gaat de sloef vervangen moeten worden en de sloef kost slechts 8.000 euro, maar het schip moet ook, en dan ben je 10, 20, 30, 40.000 euro kwijt. En het schip is niet meer waard. Dus we willen dat kunnen verstellen. En een andere ding is de motor. De motor is vrij duur onderdeel van het schip, dus ongeveer 50% van het schip. Zo'n bootje kost 3,5 miljoen. Zo'n motor kost ongeveer 2 ton, en we hebben er 2 in zitten. Belangrijk deel willen we graag alles van weten en alles kunnen verstellen. Nou, wat hebben we met die jongens gedaan? Dus heb je onze applicaties bedacht. Laten we kijken welke sensors je nodig hebt. Laten we kijken hoe we die data kunnen verwerken. En laten we kijken of we kunnen koppelen aan ons ontwerpmodel. Zodat we daar verbeteringen uit kunnen halen. En dan krijg je dit soort output. Ik ben blij dat ik het zelf moet analyseren. En die jongens die het wel deden, die zei, kijk nou eens. Ik heb hier
twee motoren betekent uitgezet op de X en de Y as. We noemen dat stuurboordmotor rechts, bakboordmotor links. En wat opviel is, één motor draait altijd wat minder toeren dan een ander. En een ander plaatje was te zien, één motor draait altijd meer vermogen dan een ander. Best wel veel meer. Wat is er eigenlijk aan de hand? Dus dit was eigenlijk een waarneming, die hadden we niet verwacht. We dachten dat het een beetje piepijn in orde. Maar dat bleek eigenlijk niet. Er was eigenlijk één motor die veel meer aan het doen was dan de andere. Uiteindelijk hebben we gekeken, wat was er aan de hand? Die schroeven waren zwaar verteld. En als er veel aangroeien op de schroef, gaat het meer vermogen vragen. En meer vermogen is meer brandstofverbruik. Dus we hebben onszelf hier zo'n 3-4% brandstof kunnen besparen. Dus die dingen 200 liter per uur verbruiken, is dat best wel veel. Nou goed, waar staan we nu? Ik denk dat we nu met deze pilot en met die kwast die erna komt, kunnen we best wel aardig zien wat gebeurt er met het schip. En de eerste volgende vraag die we willen zien is waarom is dat gebeurd? Vooral als we misschien of als we niet begrijpen. Dat is een normaal gedrag, maar we begrijpen het nog niet en we willen het graag begrijpen zodat we een beetje groot kunnen ontwerpen. Wat zal er gebeuren? Vooral het onderhoud. En als je dat weet, wat moet je dan doen? Dit zijn eigenlijk kort gezegd de ambities die we hebben op dit vlak. En wat voor ons logische gevolg is. Als ik dan die ambities nog wat verder weg trek naar de toekomst, dan verdader wordt het zo dat we de functionaliteit van monitoring vandaag de dag definiëren, die spiegel aan de markt. Dan kijken we of daar business voor is. We kijken welke bouwblokken zijn er voor nodig. En als alle vinkjes op groen staan, ga ik naar de volgende stap. En zo heb ik een roadmap. Waarbij je misschien vandaag kijkt naar het meekijken van het schip op afstand. Morgen ga ik misschien de klant helpen om zijn vloot optimaal in te zetten. En misschien eindigen we wel operationele lease. Financiële lease vandaag. Ondersteunen met diensten, adviezen. Totdat je operationele lease kunt ontwikkelen. Daar is veel vraag naar. En daar zit ook veel verdienmogelijkheden. En als het gaat om de technologie zelf, aan boord zijn er wel de markten die zeggen, ben ik voor de sourcing deal. Dus ben ik wel genegen om jullie toe te laten de data te verzamelen. En dat doen ze alleen maar als je iets bedenkt waar hun leven makkelijker wordt. Want die factor heeft dus over rondes die je doet aan boord, om te zorgen dat alles in orde is. Normaal in loopt rondjes. En dat kun je ook op zo'n manier doen. Ik heb al de data al. Een ander voorbeeld waar de man echt bij me was in Hamburg. Ik heb 2 weken meegevaren. En wat mij opviel is dat de werkkundige die de machinekamer in de gaten moest houden, de hele dag in de rug zat. En voornamelijk met koffie bezig was. En toen ik vroeg waarom ben je in de machinekamer, zei ja, dat mag ik niet meer in. Er is een ongeluk geweest, 5 jaar geleden. Het schip is gekanteld, verzopen. En de man aan boord meegevonden. Sindsdien mag je tijdens de vaart nu een machinekamer in. De vakbonden hebben gegeven dat hij zijn baan niet verliest. Dus hij zit wel aan boord, maar hij zit naast de kapitein op de brug in het stuurhuis. En dan kijk je naar dezelfde schermen. En wat eigenlijk aan de hand was, de man voelde zich niet meer relevant. Dus toen kwam het voorstel van, hey, zullen we de data aan de kant nemen? En dan ga je die 1 motor in de gaten houden met 5. Dan zegt hij ja. Hij weet dat het banen gaat lossen. Maar de baan die overblijft is wel relevant. Ik denk dat je op die manier moet nadenken over hoe ga ik vandaag de dag beginnen met de technologie in markt zetten. Door te zorgen dat er een win-win is. Mensen met twee kansen zijn. Dus vandaag kijk ik naar ons huidige businessmodel en we proberen onze scheep te verbeteren. Vandaar mijn voorbeeld. Ondertussen probeer je relevant genoeg te zijn voor je klant dat die data accepteert en die connectie. En data verzamelen geeft ons de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen. En dan gaan we zien naar de tweede verdienmogelijkheid en dat is servicecontracten aanbieden. Gerelateerd aan monitoring. Bieden servicecontracten aan, misschien kunnen we dat beter doen. En als dat eenmaal geadopteerd is, dat ecosysteem van monitoring en data uitwisselen, misschien kunnen we dan wel echt naar de operationele dienst doen. Dus het verdienmodel moet passen bij je technologie. Anders kun je het niet vermarkten en er geen geld aan verdienen. Waar staan we nu?
als je kijkt naar wat er in Mozes schikbaar was voor zin, dan was er 3 jaar geleden, voordat we met Lodewijk aan de slag gingen, was er een webpagina en kon je alle regels die zin vinden. Document, dat hadden we. Wat hebben we nu? We hebben eigenlijk een cloud-based open database. Open zeg ik, omdat ik toegang kan geven tot een ieder die ik wil. We hebben dat gelinkt aan onze ontwerpmodellen. En we hebben daar applicaties bij bedacht. Om er waarde aan te hechten. En waar staan we nu? We zijn op zoek naar participaties. Dus we kijken in onze markt, maar ook buiten onze markt, van wie staat er voor open om een open datastrategie aan te gaan. Dus data-uitwisseling is naar onze mening de kracht om verder te komen. Er is al wat leiding om data te willen beschermen en te willen hebben. Maar ja, data is gewoon een enabler. Het is de olie die de motor moet laten draaien. Het is niet het doel. Data heeft zelf geen waarde. Die kan er niets mee doen. Die heeft toegevoegde waarde. En dan ook geld. En dan lijkt het natuurlijk naar collega's en samenwerkingen. En dat is eigenlijk waar ik ook mee wil eindigen. Dat de samenwerkingen, dat is waar ik deze prestaties gaan. Die zoeken we niet alleen in marketing maken, maar vooral ook buiten. Dus dat is een open uitdaging en een vraag voor jullie. Ik denk dat ik hiermee tot het einde kom. Ik heb hier een plaatje gekozen van een autonoom vaartuig. Het is een hot topic, ook in de maritieme markt. De eerste patrouilleboot die autonoom gevaren zijn ook verkocht. Na de 40 leveren voor Amerika, Rusland. We gaan ook een paar bouwen voor een Nederlandse operator, vastzeten. En ik denk dat dat kan, omdat de regelgeving in de maritieme markt nog wat minder is dan in andere markten. En nog steeds zijn hele specifieke gebieden en doelen. Maar het is wel, zonder monitoring kom je eigenlijk niet. Je hebt en gegevens nodig, maar ook de technologie. Dus misschien dat dit voor ons een van de stippen op de horizon is, die ik nog wel kan meegeven. Dan wil ik jullie bedanken. Zijn er vragen met betrekking tot deze presentatie? Ah, mogelijk, ik mag nog eens gooien. Nou, doet hij het? Oh ja, hij doet het, ja. In het begin zegt hij dat in de grote concurrenten zitten in Turkije en China. Los van de geopolitieke voorkeuren. Wat is jullie onderscheidende factor ten opzichte van dat soort landen? Is dat de technologie of je kwaliteit? Zal niet alleen de prijs zijn? Nee, eerlijk gezegd, als je een boot koopt in China of in Turkije, dan zit daar dezelfde motor in en dezelfde schroef. Dus daar is het heel moeilijk om waarschijnlijk vermogen in te maken. En ook ons eerste businessmodel van standaard bouwen zit voor de leeftijd, dat hebben ze inmiddels ook allemaal gekopieerd. Dus waar wij het om hebben is op dit moment heel goed begrijpen wat de toepassing van het chip is. Zodat je chip beter past bij wat je ermee gaat doen. Alleen dan kun je op kwaliteit en functionaliteit concurreren. En dat is best lastig. Wat daar wel bij helpt is naam. Omdat je inmiddels groot bent, kun je de klant wat makkelijk overtuigen dat je dat kunt waarmaken. En dat betekent ook dat we steeds meer prestatiecontracten afsluiten in plaats van een verkoopcontract en een chip. Dus pas als je er commitment aantoont, een risico, dan kun je er ook geld voor vragen. Want het mooie verhaal is natuurlijk niet genoeg. Het is ook makkelijker voor je klanten. Die wil ik financieren. Ja. Die reden van de wereld. En dat werkt voor West-Europese klanten. Dat werkt niet voor de klanten in die door Afrika. Daar moet je gewoon een prijs van creëren. En dat doen we dus ook. Super, dankjewel. Ik zie daar nog een vraag. Kees, aan jou de eer. Even kijken hoor, hè. Mensen, pas op, hè. Je mag in het kruis spreken. Dat klinkt wel zeg, maar... Zijn jullie nou zelf de risicodrager voor die risico's of is dat een helemaal uitgelegd? Dus alle risico's klinkt naar jullie over? Nee, absoluut. Anders kun je er ook eigenlijk geen verdienmodel aan hangen. Dus bij de financiële lease hebben wij afspraken met financiers.
omdat wij standaard schepenbouwen kunnen ten opzichte van andere werven ieder jaar rekenen op 560 miljoen aan financieringsbudget. Zonder dat ik weet aan wie het gaat, heb ik hem wel al beschikbaar. Dat gaf ook de mogelijkheid om financiële lease aan te gaan met klanten, waarbij wij wel eindverantwoordelijkheid dragen. Op dit moment is dat, ik denk dat we vandaag, gisteren even gekeken, hebben we 60 miljoen schepen in de lease uitstaan. En het zou natuurlijk razend interessant zijn om die schepen allemaal online te brengen. Want we zien ook dat we onze lease-tarieven omlaag kunnen. Als we onze banken en financiers kunnen overtuigen dat het risico klein is. Dus dat is een voorbeeld van waarom moet het configureerbaar en modulair zijn. Je weet van tevoren echt niet waar je de technologie allemaal voor gaat inzetten. Wat voor partners zoeken jullie voor participatie en collaboratie? Goh, dat is ook... En wat eist dat dan wel? Ja, ik denk dat in de maritieme markt over het algemeen dat is niet de plek waar deze technologie vandaan komt. Dus je kan het opdelen in sensing, sensoren en slim omzetten. Dataverwerking, en wat we nu met het onderwerp gedaan hebben, is de technologie van de monitoring zelf. Data-analyses, waar we de domeinkennis met statistiek willen combineren. Dus het is nogal breed, maar op die vlak. Goed, super. Terug voor je, nee, absoluut niet.